Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlogmus van een schotenavontuur hier in Hongarije. Het is vandaag donderdag 28 december. Oh, bijna het nieuwe jaar, bijna 2024. Gisteren konden we eindelijk weer lawaai maken, de feestdagen, althans de kerstdagen waren voorbij, dus nu konden we gewoon lekker ons ding weer doen, zonder dat we te veel lawaai maakten voor de rest van het dorp. Het is 11 uur geweest. Ik heb nog goed lekker het huishouden kunnen doen. Patrick is al lekker buiten. Ik zal zeggen, vooral heel veel kijkplezier. Ik weet niet wat we gaan doen vandaag. Nou ja, ik weet het eigenlijk al wel. Klussen, 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 klussen. Maar kijk mee. Thank you.
Zoals jullie konden zien, is het behoorlijk warm. We zijn alle twee in de zon aan het werken. Ik sta dan wel onder de overkapping, maar ik sta gewoon in de zon. Patrick was bezig met de dakgootbeugels op te hangen, zodat we de dakgoot op kunnen hangen. Aan de zijkant en aan de achterkant van de schuur gaan we dat doen. En het is in de zon gewoon 22 graden. Ja, en dat is echt wel warm. En ik had een vest aan omdat ik met zijn stof in de weer ben. Maar ik had spijt en ik dacht, ja, kan wel naar binnen gaan, maar ik zat alweer helemaal onder het stof. Nu ben ik binnen om te gaan koken. Dus straks doe ik even iets minder warm aan, want het is echt gewoon 22 graden. Hoe bizar. Nou, voor mij staat er gewoon soepje op de kost, op de planning. En voor Patrick aardappels, groente, vlees. Dus we gaan weer lekker eten. Maar eerst ga ik het klaarmaken. We'll be right back.
Nou, daar zitten we weer. Het is 7:10 en Patrick is nu nog hout aan bijt, wat ik vandaag weer netjes heb kunnen krijgen. Ik heb weer geschuurd de planken. Patrick is een heel eind gekomen ook met de dakgootbeugels op te hangen en daar ook de dakgoten weer in te monteren. Nou is hij aan de achterkant van de schuur, was hij uiteindelijk gestopt, want nu was het donker, dus kon hij niet meer verder. Mijn handen begaven het, dus nu is het even klaar met schuren van de balken en morgen weer een nieuwe dag. Dus ik ga deze beelden monteren tot een leuke vlog voor jullie en dan zien we jullie morgen graag weer. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je deze vlog misschien weer leuk vond. En de nieuwe abonnees, heel erg leuk dat jullie erbij zijn gekomen. Heel veel kijkplezier met alle vlogs die er al waren, maar ook de vlogs die er nog gaan komen. Ben jij nog niet geabonneerd? Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En dan mis je niks van onze klusavonturen die we hier nog gaan beleven. En ons verdere normale leven wat we hier nog gaan beleven. En dan zeg ik heel graag tot morgen. Doei doei!